De vogelgriep klinkt voor jou misschien niet als heel belangrijk, maar het komt dichterbij dan je denkt. Volgens experts is het de zwaarste uitbraak van vogelgriep ooit. En in enkele gevallen is het een virus wat ook op mensen over kan gaan. En dat het bij mens overdraagbaar wordt. Het is dus niet de vraag of we een nieuwe pandemie gaan krijgen, maar wanneer. En dan zou je misschien denken, oh wat grappig. Vogels kunnen dus blijkbaar ook de griep krijgen. Maar eigenlijk is het andersom en zijn wij degene die ook de griep kunnen krijgen. Want alle griep in de wereld komt eigenlijk bij wilde vogels vandaan. En deze wilde vogels worden er zelf niet ziek van en kunnen dus ongemerkt het virus met zich meedragen. Dus als je dus een willekeurige eend uit de sloot zou pakken, dan is er al 10% kans tot hij besmet is met een vogelgriepvirus. Als we naar deze kaart kijken, dan zien we dat we in de afgelopen jaren steeds meer uitbraken hebben gehad in wilde vogels en pluimvee wereldwijd. Er is dus steeds meer vogelgriep. Maar hoe komt dat? In Nederland hebben wij de hoogste kippendichtheid van Europa. En we vinden het belangrijk dat die kippen een goed leven hebben. Dus ze moeten steeds vaker naar buiten toe. En daar vliegen de besmette vogels over de kippen heen. En die droppen hun vogelpoep. En via die vogelpoep wordt het vogelgriepvirus dan verspreid naar die kippen. En deze kippen die kunnen er wel heel erg ziek van worden. En binnen 36 uur kan de hele stal doodgaan door het vogelgriepvirus. Heel soms springt zo'n vogelgriepvirus over van kippen of andere dieren naar de mens. En meestal is dat een dead end, want zo'n virus is niet overdraagbaar van mens op mens. Om wel overdraagbaar te worden, moet het virus zich aanpassen. Helaas is dat precies wat een virus doet als het zich vermenigvuldigt. Het is net alsof je een virus pakt en dat op een kopieerapparaat legt, maar steeds een slechtere kopie maakt. Bij iedere kopie is er weer een klein stukje veranderd. Dat noemen we mutaties. En de meeste van die mutaties maken geen verschil. Het virus ziet er wel iets anders uit, maar het doet precies hetzelfde. Maar sommige van die foutjes die veranderen functies van het virus. Denk bijvoorbeeld aan de Omicron-variant van het coronavirus, waarbij zo'n functieverandering ervoor zorgde dat het makkelijker werd overgedragen. En zulke mutaties zouden ook het vogelgriepvirus gevaarlijker kunnen maken voor de mens. Om overdraagbaar te worden van mens op mens moet het vogelgriepvirus zich op 3 vlakken aanpassen. Als eerste moet het virus zich beter kunnen hechten aan menselijke cellen. Stel je voor dat er op de cellen een slotje zit en op het virus zit een sleutel. Bij de vogelgriep past de sleutel niet op de cellen in de bovenste luchtwegen. Maar als het virus verandert, dan kan de vorm van de sleutel veranderen, waardoor het wel op het slot van jouw cellen past. En dan kan het virus dus wel de cel binnendringen. De infectie in onze luchtwegen die vindt plaats in een licht zure omgeving. Vogelvirussen die moeten dus muteren, zodat ze beter bestand zijn tegen deze zure omgeving. Het vogelgriepvirus vermenigvuldigt goed bij een hoge temperatuur. Een beetje zoals je eten ook sneller beschimmelt in een warme omgeving. Een vogel heeft een standaard lichaamstemperatuur van zo'n 40 graden. Onze lichaamstemperatuur is iets lager, met 37 graden. En bovendien koelt de lucht die we inademen de boel ook nog verder af naar 33 graden. De derde eigenschap die moet veranderen is dat het virus zich dus kan vermenigvuldigen bij lagere temperaturen. De kans is klein dat al die 3 mutaties ontstaan tijdens de besmetting van 1 persoon. Maar in Egypte bijvoorbeeld hebben we in 2010 al virussen gezien die al 2 van deze veranderingen hadden. Besef je dan dat er dan nog maar 1 verandering nodig is voordat het optimale virus ontstaat. Dat niet alleen mensen kan besmetten, maar dat ook overgedragen kan worden van mens op mens. Met mogelijk een pandemie tot gevolg. En dat is in de afgelopen 100 jaar al 4 keer gebeurd. In 1918 sprong een vogelgriepvirus over naar de mens met de Spaanse griep als gevolg. Het zorgde voor een enorme pandemie met in het eerste jaar al 50 miljoen doden. Na enkele jaren doofde het virus uit en werd het een normale griep in de wintermaanden. Tot 1957, toen die griep zich mengde met een nieuw vogelgriepvirus. En deze mix zorgde voor een nieuwe pandemie met 1 tot 2 miljoen doden in het eerste jaar. De laatste grieppandemie is wat minder lang geleden. Misschien kan je hem nog herinneren. Het was de Mexicaanse griep in 2009. En dit virus was een mix van varkens, vogel- en mensenvirussen. En dit bleek een groot geluk te zijn. Dus ouderen die voor 1957 de griep al hadden doorgemaakt, die hadden al wat bescherming opgebouwd, waardoor deze grieppandemie niet zo heftig was als die daarvoor. In de wetenschap zijn we ervan overtuigd dat er een nieuwe pandemie komt. Alleen er blijft de vraag wanneer. Dat kan volgend jaar zijn, maar ook over 20 jaar. Een virus is onvoorspelbaar. Als de volgende vogelgriep een mengeling is, dan kan het meevallen, omdat we al deels beschermd zijn. Maar als het een volledig nieuwe variant is en we dus nog helemaal geen bescherming hebben opgebouwd, dan kan het vele, vele malen heftiger zijn. Mijn naam is Jip, ik ben een neurowetenschapper.
In de volgende aflevering praat ik je bij over intermittent fasting. Mensen gebruiken het vaak om af te vallen, maar het lijkt ook een goed idee in de strijd tegen hersenziektes.